5. Meteen al de grote overwinning van Joop Zoetemelk in 1980. En daar komt de gele trui over de finish. Maar het gaat mij met name om de man die hem feliciteert, Dries van Acht. Omhelzing door premier van Acht. Maar misschien nog wel herkenbaarder voor mij is dat hij als onderhandelaar bij ook zo'n ontzettend lange formatie ineens een dag weg was. Omdat hij besloten had niet te gaan onderhandelen, maar naar Boxmeer te gaan waar een dag na de Tour 1977 de jaarlijkse ronde van Boxmeer werd gehouden. De koningin is not amused. Majesteit vroeg me de volgende dag waarom ik niet beschikbaar was, terwijl het land zo dringend een kabinet nodig had. Dus er kon niet onderhandeld worden. Dries van Acht was zoek. Ik ga naar Smoes en dan zeg ik moet nog gauw even staatszaken doen. En s'avonds zagen ze op het journaal Dries staan bij de overwinnaars van de ronde van Boxmeer. Onderhandelaars boos. Koningin boos. Veel te laat terug. De Nijl boos. Jan Terlouw teleurgesteld. Maar Dries had de dag van zijn leven.